Jongens. Het leeft weer hier. Er gebeurt weer wat. 2 jaar geleden deed Wim van der Water de deuren van de oude V&D definitief op slot. En vandaag ging het pand voor het eerst weer open voor publiek. Dat vind je in grote steden, maar in Hoorn verwacht je dit niet. Ik vind dat hartstikke leuk dit. Als ik heel eerlijk ben, raakt het me wel een beetje. Want ik was daarnet ook even in het andere V&D-pand. Nou, dat is één grote bouwput en er is alles wat ik kende van V&D is er weggesloopt. En daar zie ik alleen maar bergen puin. Ja, hier gebeurt wat en dit leeft weer. Hier klopt weer een hart. Zoals ik het 40 jaar bij V&D gewend ben. Creatieve ondernemers hebben hun intrek genomen in het pand en bieden allerlei producten aan. Alles is te koop, maar het is ook een plek voor inspiratie. Ik merk dat mensen echt onwijs enthousiast worden. En met open ogen en mond staan te kijken naar wat ze allemaal zien. Want ja, het is echt wel iets unieks, denk ik, ook voor Hoorn om zoiets hier te laten zien. Ik zie dat de mensen heel makkelijk naar binnen lopen. Alsof het al, ik weet niet hoe lang open is, dus dat is een goed teken. In het pand zijn nog wat oude V&D-herinneringen bewaard gebleven. Tot grote vreugde van Wim. V&D is weg, daar is niks meer aan te doen. Maar dat ik deze dingen hier terugzie en dat de jongens er zuinig op zijn. Hè? Want ze hadden hem ook omver kunnen trekken, had hij er niet gestaan. Dat de jongens er zuinig op zijn, doet me goed en daar gaat mijn hart sneller van kloppen.